Ik wandel voorlangs Theater de Parade in Den Bosch, waar dit jaar voor de 52e keer alweer het Internationaal Vocalistenconcours wordt georganiseerd. Vandaag is een repetitiedag. 62 deelnemers uit 44 landen wereldwijd die maken zich op om te gaan strijden door die eerste rondes heen te komen naar de halve finales van dinsdag en uiteindelijk natuurlijk hopelijk de finales te halen van zaterdag 15 september. En wat drijft die mensen? In mei waren we hier ook al. Toen hebben we een aantal portretten gemaakt van deelnemers aan de voorrondes. Die zijn doorgestoten en die zullen de komende dagen ook passeren. Ik ben Helena Konings, ik ben 27 jaar en ik kom uit Amsterdam en ik ben sopraan. Is er begrip voor onder je leeftijdgenoten wat je doet? Want klassieke muziek moet zich altijd een klein beetje verdedigen, hè? Ja, klassieke muziek moet zich inderdaad verdedigen. Er is wel begrip. Of tenminste, er is respect voor. Als je het zegt, dan hebben mensen zoiets: oh, wat moeilijk, oh, wat knap. En hoe doe je dat dan? Maar ik denk dat er redelijk veel verloren gaat in het verschil van een reguliere baan, waar je gewoon tijden hebt waar je op moet verschijnen, en de opera waar je eigenlijk altijd mee bezig bent. Je bent altijd aan het studeren en je moet heel veel dingen laten en heel veel dingen extra doen. En dat wordt niet altijd gesnapt hoeveel werk er eigenlijk in zit. Vandaag is stilte voor de storm, maar iedereen is ermee bezig. Ik was in een taxi en daar wist de taxichauffeur altijd: oh ja, morgen gaat het beginnen. En dus de stad zoomt een beetje. En gisteren sprak ik met een Spaanse agent die in Berlijn woont. Zei: oh ja, iedereen is aan het wachten wie er gaat winnen. Dus niet alleen in Den Bosch, zelfs in Berlijn hebben ze het al over ons. En wat voor dag wordt het morgen? Morgen wordt een hele drukke dag. Dan gaan van de 62 kandidaten ongeveer de helft voorzingen. Dat is ook het spannende aan zo'n dag, dat een heel groot aantal mensen in een korte tijd moet laten weten of ze het kunnen. Vandaag konden we heel trots aan de gevel van het Concertgebouw in Amsterdam aanbrengen dat Kirite Kanawa's Masterclass daar in de kleine zaal uitverkocht is. En op vrijdag in Den Bosch loopt het ook echt hard, dus mensen die daarbij willen zijn moeten opschieten. En waar kijk je zelf naar uit? Kijken of ik morgen of overmorgen kan zien wie de winnaar wordt. Nou, u ziet het. Er wordt druk gerepeteerd hier in Theater de Parade in Den Bosch voor de eerste rondes morgen en overmorgen van het Internationaal Vocalistenconcours. Er zijn nog kaarten, dus als u wilt komen kijken, doe dat dan vooral. Dinsdag 11 september is de halve finale en dan gaan er 18 kandidaten door naar de finale van zaterdag 15 september. Wij hebben portretten gemaakt van een aantal van de kanshebbers. Bent u benieuwd naar de drijfveren, achtergronden en ambities van deze jonge zangers en zangeressen van over de hele wereld? Blijf kijken.